Soms is een meniscus dusdanig beschadigd dat er een groot deel verwijderd moet worden. Als de knie vervolgens pijnlijk blijft, kan het nodig zijn om een deel van de verwijderde meniscus te vervangen. Dit gebeurt met een kijkoperatie en een kunstmeniscus van collageen. Er worden drie kleine steekgaatjes gemaakt rond de knie. Eén voor de spoelvloeistof, één voor de camera en één om doorheen te werken. De rest van de beschadigde meniscus wordt zo nodig verwijderd. Vervolgens worden metingen gedaan voor de vervangende meniscus. De nieuwe meniscus wordt geplaatst. Deze vormt een ingroeistijger voor lichaams eigen weefsel dat de functie van de meniscus hopelijk helpt herstellen. Deze wordt weer op zijn plek gehecht. Daarna kan de revalidatie beginnen.